En uiteindelijk profiteert natuurlijk de hele gemeente hier ook van in die zin dat we duurzame stroom door onze gemeente hebben. Want dit park kan toch even 4000 huishoudens van groene stroom voorzien. Inwoners van de gemeente Lossen kunnen vanaf €25 obligaties kopen van het zonnepark aan de Drielandweg in Overdinkel. Dinsdagavond 27 september is er een informatieavond voor mensen uit de omgeving om obligaties van het park te kopen. Deze wordt gehouden in het Treffers in Overdinkel en begint om 19:30. Ik ben echt van overtuigd dat we met duurzame energie aan de slag moeten. Aan de slag moeten, dat moeten we al een aantal jaren, maar dat het gebeurt. En iedere keer zeggen van, nou niet bij mij, ja, dat werkt helaas niet. Daar moeten we allemaal wat aan doen. Nou, ik vind het natuurlijk wel mooi dat dit is het eerste grootschalige zonnepark van Noordoost-Twente. Dus in heel Noordoost-Twente is dit de eerste van deze omvang, bijna 21 hectare. En natuurlijk staat er meer te gebeuren, want ja, met één zonnepark ben je niet energie-neutraal. Dus dit is heel belangrijk, maar we zijn er nog niet. We willen natuurlijk dat heel losser op groene stroom kan functioneren. Nou, ik vind het mooi dat je natuurlijk in het begin zag dat er heel veel onbekendheid was met, met zoiets als een zonnepark. Hè. En dat je dan ook wel ziet dat mensen denken van ja, wil ik dat wel? Hoe zou dat gaan? Vertrouw ik het wel? Maar dat nu het er ligt, je eigenlijk ziet dat er vooral heel veel interesse is. Van hoe ziet het er nou uit? Nou, de spottersheuvel, een mooie groen aanplant, maar ook straks dat meedoen. Dus ik hoop dat we nu een paar jaar verder zijn straks, dat mensen zeggen van nou, gewoon een goed besluit geweest om op deze manier te verduurzamen. Ja, ik kan natuurlijk niet voor iedere bewoner spreken, maar ik denk dat het grote gros het er nu mee eens is en ook echt wel inziet dat het moet. Het is nodig en dat besef is er echt wel. Kijk naar de aanplant. Dat is toch allemaal wel door de inspraakavonden van de buurtbewoners, de omgeving. Van ja, we willen, oké, het komt hier, maar we willen het zo min mogelijk zichtbaar hebben en het moet geïntegreerd worden in het landschap. Nou, ik ben van overtuigd dat ze daar heel goed in geslaagd zijn, maar we hebben een mooie brede hout wel. Nou, volgend jaar, dan komt de groei. Dan gaat er maar vanuit, dan is het al zo hoog. Zijn we nog een jaar verder, dan staat het gelijk met de bovenkant van het gaas. En dan is het echt dicht en dan hebben we ook bijna geen onderhoud meer. En dan denk ik zelfs dat het een aanwinst is met de situatie van 5-6 jaar geleden. Dan ziet het er mooier uit dan voorheen. En het meedoen vertaalt zich in obligaties wat inwoners van onze gemeente kunnen kopen bij Kronos. En op die manier kunnen ze financieel profiteren van dit zonnepark. Nou, je hebt de mogelijkheid om vanaf €25 mee te doen. En ja, het is dan ook aan de inwoners zelf om te bepalen of ze dat fijn vinden of hoeveel ze ervan willen. Maar de bedoeling is dat het heel toegankelijk wordt aangeboden. En wat ik nu zie op de website van Kronos is dat ook het geval.